Hele goedemiddag iedereen en welkom bij een andere editie, de 10e editie inmiddels, van Let's Speak Dutch with Louisa. A very, very good afternoon to you all and welcome to the 10th edition already of Let's Speak Dutch with Louisa. Every week on Saturdays and Sundays, we learn a bit about the Dutch language. So how to pronounce things, but also how to apply for volunteers. Joe, for example, we learned some verbs, how to pronounce it and what it means. We also learned about the different nouns that are in the Dutch language. So today also we're going to learn something new. Today we're going to learn about what you do on a day. So how your day looks like. What are some of the things that you do in a day? Dus wat zijn sommige dingen, of wat zijn bepaalde dingen die jij op een dag doet? Bijvoorbeeld, ga je naar de kapper, ga je kind naar school brengen, ga je naar werk, ga je lekker koken. Dus wat zijn sommige dingen die jij op een dag doet? En ook rond welke tijdstip van de dag je dat doet. So not only about the things that you do in a day, but around what time do you do that on the day? So these are some of the things that we're going to learn. We're also going to learn some verbs that are in line with your daily activities, verbs like ontbijten, stofzuigen, computeren, slapen. These are all verbs that are in line with your daily activities. So we're going to learn that as well. And we're going to learn some new words like we always do every week as well. So I hope that everyone has gotten their pen and their paper ready and have tuned in to Let's Speak Dutch with Louisa. Well, besides learning about how your day looks like, we're also going to learn how you invite someone to go to a place with you. Dus hoe vraag je iemand om ergens met je naartoe te gaan? Om even lekker ergens een drankje te gaan doen? Of voor je verjaardag uit te gaan nodigen? Dit zijn allemaal dingen die wij gaan leren. Wij gaan ook leren, we're also going to learn how to tell someone what your telephone number is. Dus wat is jouw telefoonnummer? Dus hoe vertel je aan iemand dat mijn telefoonnummer is? We're also going to learn about that as well. So today we are going to learn four things. The fourth and last one is when you visit the doctor. When you visit the doctor, how do you explain to the doctor what is wrong with you? How do you explain to the doctor what is wrong with you? So today we're going to learn about what to mention on the hunt when you go to the doctors, how to explain what is wrong with you, what is your telephone number, how to invite someone to an event or to just go out for a drink with you, and also what you do on your day. So as a day, as today, what I have done. So how to tell someone how your day looks like. So once again, I hope you've gotten your pen and your paper ready and have tuned in to WedFM at GhanaToday.com. This is Let's Speak Dutch with Louisa. No.
Nogmaals een hele, hele goede middag iedereen. En wij heten iedereen van harte welkom. Iedereen die ons op Facebook aan het kijken is. So everyone that is watching us live on Facebook, we welcome you all to another session of Let's Speak Dutch with Louisa. This is a channel where we learn how to speak Dutch, how to speak the Dutch language, and learn some things about the Netherlands as well. Every week we learn something new. We have already had 9 sessions, and today is our 10th session. We'll be doing this program all the way up until December. We'll learn how to speak Dutch with our viewers and our listeners as well. So every Saturday from 1 p.m., you can tune in to Ghana Today Radio and listen to us via Word FM. And on Sundays, the Saturday sessions are live sessions, by the way. So with the Saturday sessions, you can ask us any question that you want regarding the topic that we are discussing on that day. And on the Sundays, we repeat everything that we have learned on the Saturdays. And if you miss the weekend because maybe you're too busy with some activities, you can always watch us back. You can always play back the program via YouTube. We have a channel there which is Stichting Afro Euro. Stichting Afro Euro, which is spelled S-T-I-C-H-T-I-N-G. Stichting. And then Afro Euro is A-F-R-O-E-U-R-O. So Afro Euro as one word. You can watch us live. You can watch us back, so you can rewatch the program there. The same goes for if you can't watch us, but you can listen to us, then you can listen to us via podcast. We also have a podcast through afroero.org, our website. You can find the link to the podcast there. So if you miss the weekend sessions, don't stress out. We have everything stored on our YouTube channel, but also on our podcast. You can replay all the sessions that we've done so far back there. So let's go on to what we are going to learn today, because today we're going to learn a lot of things. We gaan heel veel dingen vandaag leren, dus ik hoop dat iedereen zijn pen en papier heeft gepakt en naar ons aan het luisteren is. Nou, laten we even lekker gaan beginnen met wat we vandaag gaan leren. Vandaag gaan wij leren over wat jij op een dag doet. Dus wat doe jij op een dag? What do you do in a day? How to explain to someone or tell someone what you do in a day. So doing what you do in a day depends on the role that you have in your household. For example, you are a housewife, you have someone who has a job, or you are jobless, or you are even a child, so you can't say that you go to work but you can go to school. So it all depends on you, the person, and the role that you have in your household. Dus wat je op een dag doet hangt af van de rol die jij als persoon hebt en ook van wie jij als persoon bent. Bijvoorbeeld als jij een huisvrouw bent, dan ga jij niet naar je werk. Maar als je een werkende bent, dan ga je wel naar je werk en dan doe je vaak geen huishoudelijke dingen. Ook als je een kind bent, doe je hele andere dingen als wanneer je een volwassene bent. Dus uitleggen wat je op een dag doet hangt af van de situatie waarin jij je bevindt. Dus stel je voor, je bent iemand die werkt. So let's say you are someone that works. So we're going to look at the day from perspective of someone that works. So you are a worker. Dus wat doe jij op een dag? Nou, in de ochtend word ik wakker, which means in the morning I wake up, which is you telling someone what you do in a day. So today we're going to learn about how you can explain to someone what you do in a day. Dus hoe vertel jij aan iemand wat jij doet in een dag? En we gaan het bekijken van een werkende perspectief. Dus je bent iemand die werkt. Nou, je wordt 's ochtends wakker, of ik word wakker in de ochtend, which means I wake up in the morning. En daarna ga ik douchen, for example. Daarna ga ik douchen. En dan ga ik mij klaarmaken voor werk. So then I prepare to go to work. Dus ik word 's ochtends wakker. Ik ga douchen. En daarna ga ik mij klaarmaken om naar werk te gaan. Ik werk van bijvoorbeeld 9 tot 5. So ik werk van 9 tot 5. Which means I work from 9 to 5. Ik werk
van 9 tot 5. I work from 9 to 5. So I started by explaining that you wake up in the morning. Ik word 's ochtends wakker. En daarna ga je douchen, which means you take a shower. En dan ga je klaarmaken, which is you prepare for work. Dus klaarmaken is preparing for. Douchen is to shower. Ik word wakker is I wake up. Ik word wakker, I wake up. Ik ga douchen, I go and shower. Ik ga me klaarmaken voor werk, I prepare for work. En ik werk van 9 tot 5, which means you work from 9 to 5. We have a video, or a session that we did concerning times. So if you don't know how to say time, please go back and watch that video on us explaining how to say time. Kwart voor, kwart over, tien voor, tien over, and so forth. Dus je werkt van 9 tot 5. En dan you say, na 5 uur ben ik klaar met werk. So after 5 o'clock, I am done with work. Na 5 uur ben ik klaar met werk. Ik ben klaar met werk, which means I am done with work. En daarna kom ik naar huis. En daarna, so daarna is afterwards. So after that, daarna kom ik naar huis. So after that, I come home. And then you start explaining, or you can explain what you do when you get home. Dus als ik thuis ben, once I get home, ga ik koken. Als ik thuis ben, ga ik koken. So once I get home, I start to cook. This all depends on how your day looks like. I'm just giving a scenario of how a day can look like for someone who works. But like I said, it all depends on how your day looks like for you. Dus bij thuiskomst, of als ik thuis kom, ga ik koken. En daarna ga ik tv kijken. Dus als ik thuis kom, ga ik koken. En daarna ga ik tv kijken. So the same thing that there are in English, there are linking words in Dutch too. There are words that links a sentence together. So als ik thuis ben, so once I get home, I start cooking, ga ik koken. En daarna, and afterwards, I watch TV. Daarna ga ik tv kijken. Afterwards, I watch television. En dan zeg je bijvoorbeeld, and then after that, you can also say, na het tv kijken, ga ik mij klaarmaken voor bed. So after watching TV, I prepare to go to bed. This is just a simple and a very a simple explanation of how someone's day can go. Dit is meer een simpele uitleg van hoe iemands dag eruit kan zien. Natuurlijk kan je gewoon meer details geven over hoe iemands dag eruit kan zien. Dat hangt meer van jezelf af. Sommige mensen hebben een hele simpele dag. Sommige mensen hebben ook een iets drukkere dag en hebben zij ook meer te vertellen. So, like I said, what I just gave are just the basics of someone's day. Of course, your day can be filled with a lot more things like boodschappen doen, fietsen, hardlopen. It all depends on what you do in a day. It all depends on what you do in a day. That's how you can tell someone how your day looks like. But this is just a basic day of someone who works, for example. Dit is meer een basis voor iemand die werkt. Dus je wordt wakker. Daarna ga je douchen of tanden poetsen. Depends on what you do. Daarna ga ik douchen. En ik ga me dan klaarmaken om naar werk te gaan. Ik werk van 9 tot 5. En na 5 uur ben ik klaar met mijn werk. Als ik thuis kom, ga ik koken. En daarna ga ik televisie kijken. En na het televisie kijken, ga ik mij klaarmaken voor bed. En dan ga ik weer slapen. So, like I said, it depends on how your day looks like. You can also decide to just do it step by step. So, by the time of the day. So, in the ochtend, what you do in the morning. What you do in the middag. And what you do in the avond. Dus ochtends, smiddags en 's avonds. You can also divide it like that. When you're telling someone about what you do in a day. Bijvoorbeeld in de ochtend ga ik naar mijn werk. In de middag ga ik boodschappen doen. En in de avond ben ik weer thuis. Dus in de ochtend ga ik naar mijn werk. In de middag ga ik boodschappen doen. En in de avond ben ik weer thuis. Depending on how your day looks like, of course.
So you can just say broad without mentioning times in the day, but you can also decide to divide it in the times of the day. So, 's ochtends, 's middags, and 's avonds. So, what are some of the activities that the average person does on a day? You can het huishouden doen. So, huishouden is house chores. So, huishouden doen is doing house chores. So, when someone asks you, like, wat doe jij thuis? And you want to explain to the person that you do house chores. So, like the cleaning and the cooking, the washing and stuff like that. Those are all combined under one word called huishouden. Huishouden in English is house chores. And in Dutch, it's huishouden. Dus ik doe het huishouden. Of je kan zeggen, ik doe aan sport. Ik doe aan sport, which means you do sports. You do sports depending on what sport you do. It can be football, it can be tennis, it can be basketball, it can also be hockey, depending on what kind of sports you do. Maar just to broaden it, or to say it in general without mentioning the type of sport you do, kan je gewoon zeggen, ik doe aan sport. Dus ik doe aan sport, kan je dan zeggen. Of, ik ga uit. Ik ga uit means I like to go out. Uitgaan is going out. Dus huishouden doen is doing house chores. And sports doen is doing sports. Uitgaan is going out. And then the last but not least is ontspannen. Ontspannen, which means to relax. Relax. Ik hou ervan om te ontspannen, which means I love to relax. Ontspannen is relax. So if there are things, like I just said, ik hou ervan om te ontspannen, which means I love to relax. So if you want to express how much you like something or how you dislike something, there are ways to say it, which means, if you want to ask someone, what do you like to do? Or what don't you like to do? There are ways to say it. And two of the ways that you can ask this question is, wat doe jij graag? Wat doe jij graag? Or, wat vind jij leuk? Which means, what do you like to do? Well, it also, both means the same thing actually. So, what do you like to do? They both means, what do you like to do? But you can ask in the way of, wat doe jij graag? Or, wat vind jij leuk? And with that, you can reply by saying, nou, ik vind zwemmen leuk. Or, ik zwem graag. Or, ik vind schoonmaken leuk. Or, ik maak graag schoon. Depending on what it is that you like to do. So if you want to also ask, what don't you like to do? Dan zeg je, wat doe jij niet graag? So what don't you like to do? Or wat vind jij niet leuk? So if it's what don't you like, then you add the niet. And if it's like, then you remove the niet. Dus wat doe jij graag is what do you like to do. En wat vind jij leuk is also what do you like to do. Or what do you like? And if you don't like it, or if you're asking someone whether the person does not like it, it is, wat doe jij niet graag? Of, wat vind jij niet leuk? And like I said, with that, you can answer by saying, ik zwem graag, which means I love to swim. Or, ik maak graag schoon, which means I like to clean. But if you don't like it, then you say, ik vind schoonmaken niet leuk. Or, ik maak niet graag schoon, which means you don't like to clean. Ik vind zwemmen niet leuk. Or, ik zwem niet graag. Which means I don't like to swim. I don't like swimming. Which all means the same thing. Dus wat doe jij graag? Of wat vind je leuk? Of wat doe je niet graag? Of wat vind je niet leuk? If you want to ask someone what they like to do or what they don't like to do. So with that, the person can just even say, nou, ik hou van, of ik vind hardlopen leuk, ik vind koken leuk, ik vind piano spelen leuk, ik vind
uitnodigen om naar mijn verjaardag te komen. Uitnodigen, which is I want to invite. To invite is uitnodigen. Ik wil je uitnodigen om mee naar mijn verjaardag te komen. Of naar mijn verjaardag te komen. Dus uitnodigen is to invite. Ik wil je uitnodigen. I would like to invite you. Or ga je mee? Gaat u mee? Ik wil u uitnodigen. Depending on who you are speaking to at that point. We gaan even met een korte pauze. En dan komen we terug. En dan gaan we verder naar thema 3 voor vandaag. En dat is, wat is je telefoonnummer? Dus hoe vraag je iemand wat zijn of haar telefoonnummer is? En hoe antwoord je? I mean, if you know how to say 1 up to 10, it will be very easy for you to just mention your telephone number to someone without thinking hard. And if you forgot how to count in Dutch, just go back to session number 6 that we did on YouTube and you can learn how to count there. Nogmaals een hele goede middag iedereen en welkom bij een andere sessie van Let's Speak Dutch met Lovisa. Nou, we hebben geleerd wat je op een dag doet, dus hoe zeg je wat je op een dag doet. Maar ook, hoe vraag jij iemand mee uit? Hoe nodig je iemand mee uit naar ergens toe of zelfs naar je verjaardag? En nu gaan wij leren over telefoonnummer. Wat is je telefoonnummer? So what is your telephone number? Hoe zeg jij of hoe vraag jij aan iemand wat is je telefoonnummer? Well, I've already said it in Dutch. Hoe vraag je aan iemand wat is je telefoonnummer? You just ask by saying, wat is je telefoonnummer? It's nice and easy. But then, how do you reply when someone asks you that question? Or you can also be the one to ask someone that question. Wat is je telefoonnummer? En dan zeg je, well, you reply by saying, mijn telefoonnummer is, which is my telephone number is, literally in English, mijn telefoonnummer is, en nu ga je tellen. Well, here in Holland, the mobile number starts with 06, and the house numbers or the landline, the vaste lijnen, it depends on which city you live. Here in The Hague, the landline or the vaste lijn starts with 070 is what onze vaste lijn starts with. Maar every mobile number, ieder mobiele nummer in Nederland begint met 06. So every cell phone number in Holland starts with 06. And the landlines depends on where you live, in which city you live. So The Hague, Den Haag is 070-070. En Amsterdam is 020-020. When someone asks you, wat is je telefoonnummer? What is your telephone number? Then you can answer by saying, my telefoonnummer is, and then you add your number
to it. So adding your number depends on how well you can count in Dutch. So let's just refresh our memory a bit by just counting from 1 up to 9. Actually, not from 0 up to 9, because there are 10 numbers in a telephone number, not more than that. So let's count from 0 to 9. Let's count from there. Actually, it doesn't really matter, because you can also say my number is 06 85 90, and so forth, but at least you have to know the basics of how to count in Dutch. Dus laten we beginnen met 0, which is 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 en 9, 9. Dus je nummer bestaat altijd uit 10 cijfers, which is 10 numbers, 0 to 9. Dus je telefoonnummer, for example, kan be 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 06. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It all, of course, depends on what your number is. But in Dutch, or here in the Netherlands, mobiele nummers beginnen altijd met 06. En vaste lijnen hangt af van waar, in welke stad je woont, natuurlijk. Yes, nou laten we doorgaan naar het laatste onderwerp van vandaag. Let's go on to the last subject that we are treating today, the last theme that we are treating today, which is also very, very, very important, is when you go to the doctors, wanneer je naar de huisarts gaat, hoe vertel je wat er aan de hand is? How do you tell the house doctor what is wrong with you? Wat is er aan de hand? What is wrong with you? So, of course, when do you go to the house doctor? You only go to the house doctor when there is actually something wrong with you. You have tried yourself to find any means necessary and it hadn't helped, or still the problem is there. Then you call the house doctor and make an appointment with him or her, depending on who your house doctor is. So you have made an appointment, hopefully not next week, but some weeks later, we'll have someone here and then we'll have a conversation with the person on how to make such a call. And I think that will help a lot more than if I'll be the only one to play how such a call goes. I think we're better if there's someone here as well, and that will be a lot easier for you all to understand. But you call the house doctor, you belt, you make an afspraak, you make an appointment. And then you go to the house doctor and you want to explain to the person what is wrong with you. So how do you say some of the things that happens to people regularly, or some of the worries that are in the human body on a regular basis, especially around this period of time where the weather has changed and there's a lot of flu and fever and cold going on. If you want to say that you are coughing, you say ik hoest. Hoesten is to cough. Hoesten is to cough. Niesen is to sneeze. Ik nies veel. I sneeze a lot. Keelpijn is throat ache, so your throat is aching. Verkouden is you have a cold. Ik ben verkouden, is I have a cold. Or mijn temperatuur is omhoog, which means your temperature is up. Dus temperatuur is your temperature is omhoog or omlaag, depends on how you're feeling at that moment. So it can either be omhoog, which is up, or omlaag, which is down. Dus mijn temperatuur is omhoog of mijn temperatuur is omlaag, depending on how you feel at that moment. Maar je hebt hoesten, koorts, which is fever, niesen, to sneeze, keelpijn,
is throat ache. Verkouden is you have a cold. Dus nogmaals. Oh, je hebt ook buikpijn natuurlijk, which is stomach ache. Je hebt oorpijn, which means your ear hurts. Dus nogmaals, oorpijn, buikpijn, which is stomach, niezen, sneezing, hoesten, coughing, keelpijn, throat ache, or verkouden, which means you have a cold. I think these are a lot of the diseases that around this time happens a lot. So if you go to the house doctor, you have to explain what is wrong with you, then these are some of the things that you can say to explain to him what is wrong with you. Dus hoesten, keelpijn, koort, niezen, verkouden, buikpijn of oorpijn, depends on where you have the cold. So in order for you to also explain better what is wrong with you, you have to know the human body and how to pronounce parts of the human body. Well, I'll try my hardest best to show you guys how the body looks like and then mention all the parts. So those that are watching me live on Facebook, I hope that you can see the human body. Yes, I think you can. This is how the human body looks like, and you have the different parts of it as well. So I'll just, if I say it in English, it'll even be better and just translate it to Dutch, since a lot of our listeners and viewers know the English word already. So your head is your hoofd. Your head is your hoofd. And the human body itself, you call it your lichaam. So your body is your lichaam, your lichaam, your lichaam. And then up here, your eyes, your ogen, your ears, your oren, your legs, your benen, your teeth, your tanden, dus your teeth zijn je tanden, your shoulders, je schouders, your buik, which is your stomach, your knie, your knees, your arm, so not your hands, maar your arm, your rug, which is your back. En dan heb je ook je voeten, which are your feet. De tenen, which are your toes. Your fingers, which are your fingers. So you have your hand, your arm, and your fingers. En dan heb je your nose, your hand, which is your hand. Dus je hoofd, je ogen, je oren, je benen, je tanden, je schouders, je buik, je knieën, je armen, je rug, je voet, je tenen, je vingers, je neus en je hand. Those are all different parts of je lichaam. Je lichaam. Je lichaam. So once again, if you go to the doctors and you want to explain which part of your body is aching, those are the types of the different parts of your body and how to say it in Dutch. So your hoofd is your head, your oren are your ears, your ogen are your eyes, and so forth. So maybe if you're having pain at a particular part of your body, for example, you have buikpijn, then you can say, if you have stomach ache, they can say ik heb buikpijn. If your ear is hurting, or pain. If your head is hurting, heb je hoofdpijn. Or maybe if there's something wrong with your eye, then you can also explain that it has to do with your oog. So it's all about knowing the different parts of your body and how to say it in Dutch. And once you know how to say it in Dutch, it'll be a lot easier to describe where you have pain. So we are about to round off for today. I know I have said a lot already. We're going to go on a short break. And when we come back, we'll just summarize what we have learned for today. And then we'll be round off. I hope that I wasn't too confusing. I hope that at least you've been able to pick up some one or two
things. And then next week you'll be able to tell me all about what you do in a day. Dus wat je op een dag doet. Hoe je iemand mee uitvraagt. Maar ook wat je telefoonnummer is. En hoe kan je vertellen wat er met jou aan de hand is. Dus we gaan even met een kleine pauze. En wij komen zo terug naar jullie. Dit is Let's Speak Dutch. Laten we Nederlands spreken met Louisa. Nogmaals een hele goede middag iedereen en welkom bij de 10e sessie alweer van Let's Speak Dutch met Louisa. Vandaag hebben we weer heel veel dingen geleerd. Ik hoop dat het niet te veel was of te lastig voor jou was om al deze dingen te onthouden. Mocht dat zo zijn, kan je altijd weer naar ons YouTube kanaal kijken. Kan je lekker op je gemak alles weer opnieuw luisteren. En dat is Stichting AfroEuro. Dus ga naar YouTube en dan toets je in Stichting AfroEuro. En dan kan je al die sessies die we tot nu toe hebben gehad, kan je allemaal weer terugkijken op YouTube. Maar kan je misschien niet achter de scherm zitten om te kijken, maar luister je veel liever naar wat wij zeggen. Dat is ook prima. Dat kan via afroeuro.org. Dus als je naar afroeuro.org gaat, dan heb je daar een link naar al onze podcasts. Dan kan je daarna luisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 komen wij live op de radio. En dan kan je ook bellen als je vragen hebt over wat wij allemaal tot nu toe hebben geleerd. En zondag hebben we een herhaling van het programma die wij de zaterdag gedaan hebben. De zondag kan je opnieuw luisteren wat er allemaal zaterdag is besproken. En op de zaterdag hebben we de live sessies. En mocht je het weekend gemist hebben, dan kan je altijd nog terugkijken via YouTube of via de podcast. Nou, wat hebben we allemaal geleerd vandaag? Vandaag hebben we geleerd hoe je iemand kan vertellen hoe jouw dag verlopen is. Of hoe jouw dag eruit ziet. Dus wat doe jij op een dag? Hoe jouw dag eruit ziet. Ook hebben wij geleerd hoe jij iemand mee uitvraagt. Dus je kan iemand mee uitvragen naar de bioscoop. Je kan iemand mee uitvragen naar de markt. Naar het theater. Naar een feestje. Maar ook hoe je iemand uitnodigt voor je verjaardag. Dat kan je ook allemaal doen. Ook hebben wij geleerd om te vragen wat je telefoonnummer is. Dus wat is je telefoonnummer? En ook hoe je kan beantwoorden met mijn telefoonnummer is. En je hebt een vaste lijn en je hebt een mobiele nummer. Dus vaste lijn hangt af van de stad waar je woont. En mobiele nummer is gewoon hetzelfde bij iedereen. Het begint allemaal met 06. Ook hebben wij geleerd om te vertellen wat er met jou aan de hand is. Dus als je naar de dokter gaat, vertel wat er met jou aan de hand is. Waar heb je allemaal pijn? Hoe kan de dokter jou helpen? Dit zijn allemaal dingen die wij vandaag hebben geleerd. Volgende week komen we weer met een andere sessie. Zoals ik al had gezegd, wij gaan dit doen tot en met december dit jaar. Tot met december gaan we Let's Speak Dutch met Louisa doen. Dus ik hoop dat jullie elke zaterdag en zondag naar ons kijken, maar ook naar ons luisteren en heel veel dingen van hebben geleerd. Mocht je vragen hebben of mochten er dingen zijn waar jij wil dat wij over gaan praten, dan hoor ik het graag en dan kan ik het jullie ook vertellen. Nou, ik wens iedereen een hele, hele fijne dag. Een hele fijne week. En ik zie jullie weer bij de volgende sessie van Let's Speak Dutch. Nou, doei!